Er staat vandaag een eredivisiewedstrijd op het programma. Het belooft een interessante wedstrijd te worden tussen ADO Den Haag en Roda JC. En vandaag een ervaren arbiter, Wesley van Gorten. Krijgen we een spannende en doelpuntrijke wedstrijd te zien vandaag. Huppets stuit op de verdediging. Goed los. Uitstekend gedaan hoor, keeper. Donald. Nou, dat kan gevaarlijk worden. Gaat hij schieten? Van Haren. Geslaagde defensieve actie in het spel. Gaat gebeuren. Ja, dit gaat goed. Goed, maar levert geen balbezit op helaas. De verdediging grijpt in en verovert het balbezit. Ze vechten om de bal. Ja, en nu? Dan schiet hij. Blijft gevaarlijk. Ja, dat is een prima loopactie. Hij trekt een gat voor de man met de bal. Martin. Pluim. Kali. Donald. En die actie wordt beloond met balbezit. Jansen. En nu doorgaan. De lat voorkomt een treffer. Voorzetten zou ik zeggen. Zinloze voorzet. De bal gaat achter. De keeper mag een doeltrap nemen.
Luiks. Ramos. Goed gezien, zeg. Hij zag het gebeuren en deed wat hij moest doen om die bal te onderscheppen. Donald. Komt niet verder. Martin. Ja, dat is goed. Hij heeft de bal. Limbombe. De scheidsrechter fluit voor de rust bij een stand van 1-0. We gaan wisselen. We beginnen aan het tweede deel van de wedstrijd. Veel kijkplezier. Superieure balbehandeling. Die bal is voor de achterhoede. Knap onderschept hoor. Uit, dat betekent een corner. Nee, die corner is niet goed. Balbezit voor de tegenstander. Door het doel met die bal. Neemt hem ineens. Net naast. Als die bal erin was gegaan, hadden ze de winst waarschijnlijk zeker gesteld. Het was een grote kans. Een enorme kans. De coach heeft nu een andere tactiek bedacht. En terecht zou je denken, want zijn ploeg stond achter en dan moet je wat doen. Slim onderschept door de achterhoede. Die passeer je niet zomaar. Goeie tackle, Kali. Donald. Huppets. Bal retour afzender. Die komt er met de bal uit. Martin. Einde balbezit. Ze zijn de bal kwijt aan de tegenstander. Die voorzet is helemaal niet lekker. Daarmee komt er een einde aan de aanval. Martin. Te snel vertrokken en dus afgefloten voor buitenspel. Een wissel in de ploeg die voor staat. En zo willen ze uiteraard aan de leiding blijven. Van Haren. Ja, en nu? Doelpoging. Een pikkelhard schot, maar de doelman was alert. De coach probeert iets nieuws. We zitten al in de tweede helft en ze staan achter. Een andere tactiek is dus prima. Ja, nu! Kiest voor een volley. Fantastische redding van de keeper. Maar wat een enorme knal was dat, zeg. Over de achterlijn, hoekschop. Dat is geen goede corner. De bal wordt weggehaald. Scherp verdedigd. Met zulke acties kun je een wedstrijd beslissen. Een kansrijke paas. Buitenspelval werkt. Ramos. Jansen. Ja, en nu het schot. Daar was hij iets te gretig. Ja, en dan is het buitenspel. Luiks.
Bakkali. Dit moet hem zijn. Een schot. Hij zit erin. Ze zijn duidelijk de betere ploeg. Dat blijkt ook uit de stand. En die zit erin, hoor. Het doelpunt via de paal. Laten we dat doelpunt nog eens bekijken. Goeie bal hoor, maar hij heeft even de bal nog niet. Nog slechts 4 luttele minuten te gaan. In het centrum loopt er iemand mee. Dat duel. Ja, en nu? De trainers willen een verandering aanbrengen. De partij van vandaag is afgelopen. Zo is voetbal nou bedoeld. Spelen op de aanval en niet eindeloos achterin blijven hangen. Nee, lekker elke bal naar voren spelen. Zo moet dat. Lekker aanvallend spelen. Nou, het was een geweldige wedstrijd. Dit was even te Napel en ik wens u een goede avond.